Ja, dit is gewoon zware echt, anime. Echt Jap-stijl. Die gozer die houdt geen banden meer over, man. Hallo en welkom, dames en heren, jongens, meisjes. Leuk dat jullie kijken. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor leuke, te gekke content. Onder de video laat ik een linkje naar de content van vorige week, mocht je die nog niet gezien hebben. Dat was de Autosalon van het Noorden, georganiseerd door Vinyl 2 Automotive en dat is altijd fantastisch. Kortom, dit was ook weer Total Shenanigan. Groene vlammen uit deze GTR, dus fantastisch om even naar te kijken. Inmiddels zit ik in de auto, ik ben onderweg naar Rap My Ride. Dit bedrijf gaat in ieder geval ook mijn auto, deze GTR, rappen. Er komt een hele gave livery op. Jullie hoeven daar niet al te langer op te wachten, want het gaat binnenkort gebeuren. Ook zijn we nog bezig met andere velgen voor deze auto. Dat zal iets langer op zich laten wachten. En er komt nog een compleet nieuw uitlaatsysteem onder. Helemaal handgemaakt, speciaal voor deze GTR, door Fisher Engineering. Dus er komt een hele hoop aan. Voor nu is het eigenlijk alleen heel eventjes Rap My Ride, waar ik vandaag naartoe ga. En morgen heb ik Horsepower Car Events. Dus een keertje niet in Nederland rond de Utrechtse Heuvelrug, maar eens een keertje meer naar het zuiden. Dus ik vertel jullie daar meer over zodra ze aan die rit gaan beginnen. Nu eerst Rap My Ride. Wat ga ik daar doen? De Party Bashje. Oftewel, hij heeft een rapcursus. Er zijn wat personen die gaan leren rappen om te kijken of ze het wat vinden om leuk bij te doen als baantje of zo. Ik heb geen idee hoe het precies in zijn werk gaat. Ik weet wel dat ik gewoon onaangekondigd dus lekker binnen ga stappen en hoi ga zeggen. Dus ja, is het eigenlijk meer een rap bash in plaats van een party bash. Maar dan mag de pret niet drukken, dus over 2 seconden zien jullie meer. Jongens, ik ben nu bij Rap My Ride. Ik praat niet al te hard, want hij zit midden in zijn cursus. Ik ga gewoon even checken. We lopen gewoon naar binnen. Hé! Hey! Hoe is het? Ik dacht, ik kom even partybashen bij jou. Oh jee, dus, okay. Ja, welkom. Er is een cursus gaande, hè? Ja. Ja, zie je? Het is druk. De auto is deze keer schoon. Deze heb jij nog niet meegemaakt, hè? Ja, deze ook, maar die gaan morgen in de rap, hè? Ja. Dus, nee, die van jouw schoon heb ik nog niet zelf meegemaakt. Nee, hè? Laatste paar keer dat ik hier was, kijk even de vlog terug. Total Shenanigan, helemaal onder de kerststerren. En hoeveel dat die was, vooral naar Engeland. Niet normaal. Ik heb de nummerplaat aan de voorkant ook gewoon niet meer schoon gekregen in de tussentijd. Dus er moet nog wel wat aan gebeuren, maar... Ja. De leenwagen staat klaar, hè? De Hummer. De leenwagen, de Hummer. De Hummer. Kijk. Moet wel zelf tanken. De tankkaart zit er niet bij. Ik denk dat hij meer zuipt dan dit, of niet? Ik weet het niet. Ik weet het ook eigenlijk niet, maar het is op zich wel een gaaf ding. Ga je die ook nog rappen? Is wel de bedoeling. Blijft wel leuk speelgoed, zo'n Hummer. Ja. Ja, het stoere is, dat kom je ook nooit tegen. Nee. Die gaat iets lager. Die gaat lager? Die gaat lager. Weet je wat het is? Iedereen doet een SUV omhoog, of tenminste een pick-up. Ja. Ja, dan moet je zakken. Nou, ik heb altijd gezegd, als ik een Jeep Wrangler zou kopen, ik zou de Viper wielen ondergooien en dat ding helemaal op zijn buik leggen. Het wordt van geen Viper, het wordt wel een custom. RT10 wielen, weet je wel. Hij gaat, wanneer is het? Woensdag normaal gezien binnen. Ja. Om plat op de grond. Airride? Ja. Dat vind ik dan weer jammer. Klopt, want static gaat niet laag genoeg. Oh, bij veren hebben we het over 3 centimeter, bij een schroefzet hebben we het over 13 centimeter. Ja, plat op de buik is plat op de buik. Ja, dan zijn we minimaal 25. Ik wou zeggen, dan mag hij toch wel een... aardig eindje naar beneden. Leuk project ook weer. Ja, ja, ja. En dat is, jongens, als je naar Rap My Ride gaat, er is altijd een leuk project gaande. Dus, alleen nu heb je ook een heel leuk project gaande met allemaal leerlingen. Ja, vandaag cursus. Ook wel leuk. Dat is de Rappers in Spe. Rappers in Spe, inderdaad. Ja, 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 ja. Dus ja, mooi dat je er bent, want ze moesten een motorkapje doen. Ah, nou, in dit geval, hij staat. Ik heb morgen een autoritje, dus maak het niet al te afstands. Oh, dus maandag is hij weer vies. Kijk eens, ik kan het wel. Nee, lekker dan. Het zou wel raar zijn als ik hem dan echt smerig hier had. Nee, ik moet het nog met expres doen. Oké, ik beloof je. Het wordt een wasbokje van tevoren. Nee. Getuige, hè? Ja, ik beloof het. Er komt een wasbok van tevoren voordat ik hem hier naartoe breng. We gaan even binnenkijken waar ze allemaal mee bezig zijn, want ik zie leuke autootjes staan. Kijk, gaan. Dus, zometeen een GTR motorkap? Ja hoor. Volle bak, heerlijk. Geweldig. Kijk, ik ben ook lekker bezig. Is het moeilijk zo'n motorkap? Toch wel pittig, hè? Het is niet voor niks te pakken, jongens. Kom. Trouwens, ook wel een gave rap dit. Lekker vrolijk, hè? Ja. Het ziet er heel leuk uit. Zo, de cursisten zijn weg. En we zijn alweer lekker aan het opruimen hier. Hey, bijna opgeruimd zelfs, maar we staan hier weer zo gezellig te kletsen. Kijk, de prullenbak is nog het bewijs. Dit vind ik toch wel heel erg knijtervet. Maar wat ik nog steeds heel erg knijtervet vind, is dit.
Dus een snowboard. Ik vind het nog steeds een goud idee. Ik heb een hekel aan kou. Ja, maar dus, als je goed snowboardt, krijg je het zelf heel erg warm. Loop je te zweten tot als een man? Ik heb gehoord dat ze ook iets hebben wat apres-ski heet. Daar heb ik dan meer oren naar. Maar dan heb je wel snowboard nodig om binnen te komen. Dat is een feit. Dus misschien moet ik wel een snowboard hebben uiteindelijk. We gaan het gewoon regelen. Heb je nog leuke projecten staan of niet? Ja, omdat we natuurlijk cursus hadden, hebben we een paar autootjes buiten gedrukt. Oh ja, dan moet je dat gebeuren. Kijk, cursus. Cursus, alles vol in de prullenbak. Ja. Oh, kijk nou joh. En? €50 per vierkante centimeter? Ongeveer, laat ik zo zeggen. Jezus. Zowel wordt jaloers. Meneer Beukers wordt jaloers hierop. Ik vind het wel gaaf. Ja. Het is gewoon een goed fout. Ja. Dit is goed fout. Dat zeg je wel goed inderdaad, goed fout. Ja, Jezus. Als je fout gaat, dan moet het goed fout zijn, anders moet je geen fout gaan. Nee, inderdaad. Ja, en ik wat vinden jullie van dit, jongens? Dit is ook Rap My Ride, hè, gewoon. Oeh, die heb je mij een foto van gestuurd. Deze is al... Die is kikken. Ik denk dat een van mijn favorietjes van aankomend jaar gaat worden. Ja, één van de, hè? Eén van de. Ja, ik heb het goed gezegd. Ik heb ook een foto van Oranje voorbij gekomen. Ga ik naar JDM stel. Jezus. Ik vind dat kontje ook wel dik, hoor. Even los van de rap die erop gaat komen. Dat is volgens mij een custom uitlaat. Nee? Volgens mij niet. Deze voor het eerst niet. Want hij wilde de auto legaal houden. Jo. Ja, in België mag de diffuser is wel custom. Ja, wel een gaaf ding, zeg. Dit is wel Jap-stijl, hè? Ja, dit is gewoon zware echt, anime. Echt Jap-stijl. Anime, inderdaad. En zo ik gaaf. Ik weet niet of je het goed kan zien. Oh, die glitters. Hoeveel flake wil je hebben? Daar zitten echt heel veel flakes in, ja. En ook dit. Uiteraard het logo van Christian, van Frank Rietje. Ja. Maar vergeet hem niet te volgen, hè. Ik zal er info onder de video zetten. Maar alles is letterlijk met de hand getekend. Dus gewoon echt puur geïllustreerd. Jeetje. Oftewel niet zomaar een dingetje van internet gepakt en een beetje bewerkt. Maar echt gewoon serieus handmade. Mm-hmm. En het gaaf is, ik weet niet of we er goed bij kunnen. Het is, de rechterkant is niet hetzelfde als de linkerkant. Nee, maar dat is eigenlijk bij Christian toch nooit. Nee. Allemaal zo asymmetrisch en dat maakt het juist gaaf. Ja. Hier zit ook vlek in, of niet? Ja, het is allemaal volledig vlek. Jeetje. Dat is echt wel heel gaaf gedaan. Dus als hier de zon op schijnt, dan weet je niet wat je ziet. Maar je weet het, jongens, als je dus een aparte wrap wil hebben op je auto, dan moet je zijn bij Wrap My Ride. Ook weer info onder de video natuurlijk. Want iedereen kan natuurlijk gewoon een standaard kleurtje plakken. Voor het aparte moet je zijn bij. Kijk eruit, ik vind het wel dik. Sander doen we niet aan. Maar bij jullie is toch eigenlijk, als Christian het doet, eigenlijk altijd handgetekend of... ik ga naar binnen, jongens, ik vind het frisjes. Eigenlijk wel. Hij pakt eigenlijk nooit iets van internet, toch? En dan bewerken. Nee, want sowieso, als je dat doet, dan zit je met rechten, dan zit je met plagiaat, dan zit je met gezeik, dan zit je met rechters, met deurwaarders, met advocaten. Weet alles wat je niet leuk vindt. Moet je niet hebben. Nee. Dus custom. Alles custom. Alles custom. Kijk, natuurlijk wel gebaseerd op iets bestaans. Op iets. Ja, maar dat is hetzelfde met wat er bij mij opkomt, wat ik nog niet ga vertellen. Maar dat is in custom. Principe ook, omdat ik zei van, ik vind dit en dat wel leuk. Het is wel gebaseerd op het schoenen waar ik toe mee aan kan. Ja, dat klopt, ja. Maar ik ga de schoenen niet laten zien. Ik ga de schoenen niet laten zien, want ik heb ze nou aan inderdaad. Dus, maar jullie hebben ze vast wel vaker gezien, de schoenen. Maar ik heb nog meer paar schoenen, dus ja. En er zitten ook best wel schoenen bij met een designer op. Dus... Ik kan er één ding zeggen, just do it. Ja, just do it. Het blijft wel Nike, inderdaad. Ja, maar gaaf. Ik ben benieuwd. En hopelijk hebben we maandag ook meteen wat leuks voor deze. Oh, dat is ook wel leuk. Ik heb het design al gezien. Het is vet, hè? Hij wordt vet. Die wordt heel absoluut, vet. Absoluut. Ja, super dik. Dus ook een van onze promo. Ja, de wielen blijven er ook niet onder liggen en dat soort dingen. Er zit sinds vandaag een nieuwe custom uitlaat onder. Ja, wat wil je nog meer, toch? Dat is toch gaaf. Ik leuk om zo'n project opgebouwd te zien worden. Ja, inderdaad. Wel airride eronder. Ja. Maar ik vind het gaaf om zo'n project gewoon te zien, hoe dat het begint. En dan straks het resultaat. Komt deze ook naar GR8? Ja, we nemen 16 wagens mee volgens mij. Maar 16? 16. En heel veel auto's die nog niemand gezien heeft. Sterker nog, ik ook nog niet, ik moet ze maken. Maar het wordt een uitdaging. Ja, dat wordt zeker een uitdaging. En we hebben nog, hoe lang? Dat is het weekend na de Pasen. 15 en 16 april. Ja, hè? Ja. Dus, mooi. Dus dat is een, leuk. Dus een kleine vergeet niet te abonneren, want dan mis je zeker niet de vlog van de GR8. En dan zie je al die wagens. Ja, die gaat ik ga ze allemaal natuurlijk wel netjes in beeld zetten voor jullie. Ja. Dus dat wordt wel goud. Ach ja, ik ga hem hier weer aftaaien en jullie zien mij bij Horsepower Car Events. Good morning, Horsepower Car Events. Ik ben gearriveerd. Ik ben vertrokken in mega slecht weer, mega veel regen. Dus de auto is helaas niet meer schoon. Maar dan mag de pret niet drukken, want dit is de eerste autorit van dit jaar weer eens. Dus ik ga genieten. Ik ben in België. Ik heb net mijn goodiebag ontvangen, dus de goodiebag check kunnen we gelijk doen met een Great Street Performance boekje. Oftewel de GR8 magazine.
We hebben een Snickers, een colaatje. We hebben nog wat Bugles, ook altijd lekker. Ook ik aan sleutelhanger erbij van Horsecower Car Events, altijd heel leuk. En een autogeurtje zo te zien. Maar ik heb hier nog de autogeur hangen van Rap My Ride. En ik heb er natuurlijk ook zelf nog heel veel. Ik heb mijn camera's in ieder geval bij. Ik ga ze zo meteen lekker installeren. Ik ga eerst eventjes de crocodile binnen, naar binnen werken. Want daar heb ik zin in. Zo, we zijn hier aangekomen bij Roadhouse. We gaan naar binnen. De crocodile staat op ons te wachten. Gezellig hier. Dat is wel een leuke toko. Slap bij circuit Zolder. Dus mocht je ooit in de buurt zijn, absoluut de moeite waard. Leuk. Jeetje. Nog een oude televisie staan. Dikke kluis. Dit is nog eens leuk. Er staat gewoon een simulator om te racen. Wow. Echt wel leuk. Kijk aan, kijk aan. Hier wordt dus gewoon geraced, hè, jongens. Vandaag, nu wordt er even niet geraced, maar normaal wordt daar geraced. Als er geraced wordt. Ik heb Beamer hier hangen. Leuk terrasje hier aan de voorkant. Echt wel heel erg leuk. Nou, ik ga eens even een krop bestellen. En ja, wel, we zijn vertrokken. We zitten weer in de autorit, de eerste autorit van dit jaar. We vertrekken vanaf het circuitpark Zolder. En we rijden door het Belgische mooie natuurgebied momenteel. Gewoon lekker chill, dus niet al te snel en niet al te moeilijk. We gaan nou een beetje snelweg op. En ja, gewoon lekker genieten. Ik ben er weer eens mee weg. Heerlijk. Wat dat betreft bevalt me weer prima. Ik heb het wel een beetje gemist, moet ik zeggen. Eindelijk weer eens lekker even auto rijden. Zo. Wow, wat is die wagen lekker snel, hè? Heerlijk. Geweldig. Het is natuurlijk een nadeel in België, want hier moet je origineel door de keuring heen. Dus je hoort hier echt de meeste gekke verhalen van 1500 euro voor even door een keuring heen te gaan. Oeh, ik moest even de afslag pakken, jongens. Maar 1500 euro om even door een keuring heen te gaan, even de auto origineel maken om vervolgens weer gewoon de auto vet te gaan tunen. Wat dat betreft is het hier in België wel anders dan in Nederland. En ben ik blij met onze Nederlandse regels, want in Nederland is het gewoon zoals de auto is. Zo kan die door de keuring heen als je maar niet al te gekke dingen hebt zitten. En ik moet zeggen, het is nu, even kijken, 1 uur 's middags. Kortom, het is heerlijk om gewoon 's ochtends lekker een beetje uit te kunnen slapen op die zondag. Op je gemakje naar de startlocatie te rijden, om vervolgens vanaf de startlocatie gewoon lekker ook op tijd te vertrekken. Of op tijd, gewoon een beetje in de middag, zeg maar. Ik moet zeggen, ik ben lekker uitgeslapen. Ik heb energie en ik heb er zin in. Dat is belangrijk. Ik moet zeggen, jongens, het is absoluut een hele mooie rit. We komen door een hele mooie buurt heen. Ik rijd natuurlijk met een leuke groep auto's, met echt allemaal mooie auto's. En ik ben hier nog nooit geweest, dus ik kijk weer mijn ogen uit. Ik kom af en toe, ik zeg het vaker, op plekken. Echt bizar mooi. De mooiste huizen, de mooiste natuuromgeving, noem alles maar op. Lekker hoor, een beetje auto rijden. Kijk dat kasteel hier, jongens. Kijk hoe mooi. Echt heel gaaf. En aangekomen op de tussenlocatie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kijk, jongen. Zonder gein, jongen, die M daar zo is ook echt serieus lekker de snelle wagen. Heerlijk, wat een bak, jongens. Die gozer die houdt geen banden meer over, man. Dat is toch geweldig, of niet? Dit is tenminste leuk. Gewoon even een klein beetje lol maken zo. Het is de eerste echte rit weer van het jaar zo eventjes. Dus ja, ik vond het tot nu toe in ieder geval een lekkere rit. Het is een tussenlocatie. We gaan even lekker chillen, even lekker kletsen. En, oh, wat een geur, hè? Lekker. Zo moet het zijn. Heerlijk wagentje dit, jongens. Ik vind het trouwens ook wel gaaf. Even een klein detail. Ik reed er net achter. Maar toen was het net te ver weg om het jullie te kunnen laten zien. Maar ik vind het weer eens wat anders dan een BMW-logo, toch? Hij is leuk, man. Echt. Geweldig. Leuke wagen. Zo, en de groep wordt natuurlijk steeds groter. Want ja, langzamerhand druppelen we natuurlijk allemaal binnen gewoon deze tussenlocatie. Kijk, jongens. Dit is toch gaaf, of niet? Ik vind het heerlijk. American Muscle. Kijk, dat kapje hier.
zo dik. Er staan echt leuke wagens tussen, absoluut. En iedereen rijdt ook gewoon lekker chill, maar wel ook een beetje door. Zo, de mijne is trouwens wel veel geworden, zeg, van een ritje. Kijk, doet ook hartstikke leuk mee, heerlijke wagen ook. Blijft mooi, hè, M3. Kijk, jongen, langs de witte, de blauwe. We hebben ze in alle kleuren hier. Kijk. Ook wel een gave livery zo. Mooie wagen. Megane RS komt ook leuk voorbij. Deze van Rap My Ride ook. De S5. Daar heb ik ook nog even een tijdje achter gereden. Rijdt ook gewoon lekker zo'n wagen. Horsepower Car Events natuurlijk zelf ook. Toch wat dik hoor, die wielen eronder. Kijk. Rush. Ook wel heerlijk. En zo zijn we zo ongeveer het plaatje een beetje rond. Ik heb geen idee hoeveel auto's er mee rijden, maar het zijn in ieder geval een leuk aantal auto's. Veel variëteit. Dus van Audi, BMW tot aan Mustang. GTR rijdt ook mee. Renault. Zeg het maar. Alles zit erbij. En het is allemaal leuk. Dus minimale inschrijving was volgens mij 200 pk. We gaan zo meteen weer lekker doorrijden en dan gaan we naar de eindlocatie. Zo, we zijn weer vertrokken. We zitten in het tweede gedeelte van de route. En ik moet zeggen, het is weer leuk. We rijden bergaf en mijn oren zitten dicht. Dus ik hoor mezelf weer niet. Nou, is dat niet zo heel erg. Maar weer lekker leuke huisjes onderweg. Mooie omgeving. Leuke auto's voor en achter mij. En kortom, ik ben weer aan het genieten. Nou, goed. Kijk hier joh, dat is toch lachen zo. Al die mooie huizen hier ook overal. Ook weer zo'n plekje waar ik nog nooit ben geweest. En ik heb ook geen idee waar ik rij, eerlijk gezegd. We rijden trouwens in Limburg. Vandaar ook dat heuvelachtige landschap natuurlijk. Dus vanaf Zolder helemaal binnen doorgereden. Mooie wegen gehad, zo naar Limburg toe gereden. Mooi hoor. Echt genieten dit. Deze die is natuurlijk ook echt, echt breed. Wat super vervelend is in België, want deze auto komt dus heel moeilijk door de keuring. Er moet heel veel aan gebeuren voordat hij door de keuring kan. Dit is trouwens de organisatie van de autorit. Gave bak, jongens. Ook drie Mustangs achter elkaar. Zo jongens, zijn aangekomen op de eindlocatie. Dus het was even zoeken, want we moesten helemaal doorrijden naar boven hier ergens. En we staan hier in bedrijventerrein, denk ik. De auto's komen in ieder geval aan. Een groot gedeelte is er al, zoals jullie zien. En de laatste auto's beginnen nu aan te komen. Dus ik laat de auto nog even afkoelen. Want ik moet zeggen, het tweede gedeelte van de rit was echt even een beetje doortrappen af en toe. Dus iedereen raakt dan een beetje gewend aan elkaar. De wegen lieten naartoe, dus dan kun je even wat gas geven. Dus dat is wel leuk. Nu gaan we even lekker een hapje eten. Vorig jaar toen ik erbij was, was het eten goed verzorgd. En hij heeft vandaag dezelfde catering. Dus ik ga jullie zo meteen het eten laten zien. Onwijs lekker. Zonder gein. Ik ga jullie even wat laten zien. In België heb je de persoonlijke nummerplaten. Deze nummerplaat is echt heel apart. En hij krijgt er ook echt leuke reacties over. Op de snelweg en dat soort dingen allemaal. Bijna niemand krijgt het ook voor elkaar om dit op zijn nummerplaat te zetten. Maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Neukie! Dus ja, maar ja, zo kennen we hem ook. Zijn achternaam is Neukemans. Dus hij heeft echt 3 weken bezig geweest met de staat om het voor elkaar te krijgen. Om de afkorting van zijn achternaam op zijn nummerplaat te krijgen. Maar ja, Neukie. Ja, we hebben allemaal zo onze bedenkingen bij deze naam volgens mij. Ja. En hoe doen mensen nou op de snelweg naar jou? Ja, ik kan zwaaien of banaan eten. Ja, banaan eten, dat soort dingetjes. Dus, ja, het is echt dan het is toch goud dat het kan, weet je wel. Echt geweldig. En wat kost nou zo'n nummerplaat? 1000 euro. 1000 euro? 1000 euro. Dus ook die misselijk ook, eigenlijk, ja. Het heeft even op 2000 euro ook gestaan. Jeetje. Maar dan hebben ze terug naar 1000 euro gedaan. Ah, oké. Okay. Dat is nog te doen inderdaad. Okay. 1000 euro best veel voor een plaatje. Want dit is lekker, GT4 RS. Mooie kleur joh, dat blauw. Kijk, dat carbon hier ook. Dat is even dik. Jeetje. En dan staat hier gewoon. We zijn bij Elbos, de eindlocatie. Kijk hier jongens, Competition M3. Mooi hoor. Mooi interieurtje ook. Geweldig, toch een leuke. Oh, een echte originele M3. De E30. Dit is toch wel gewoon nostalgie, jongens. Dit is, en ik blijf het benoemen, dit is de grondlegger, echt waar. Hiermee veranderde de autoscene. Dit was gewoon, eigenlijk in die tijd, gewoon een racewagen. De motoren zijn nog steeds heel erg gewild in de drag, driftcircuit, zeg maar. Kijk, die verbreding op de wielkasten, origineel. Van voor en van achteren. Originele spaakwielen nog eronder. En een serieuze dikke kofferdeksel, die is ook dikker, zeg maar. En dan met die vleugel erop. Ik vind het zo geweldig.
ooit zou ik zoiets best wel een keertje willen hebben. Gewoon voor erbij, lijkt me leuk. Maar ja, dingen zijn tegenwoordig ook best geld waard. Nog een Porsche, Targa. Dan komen we hier bij de Elbos BMW. Niet normaal jongens, wat een machine is dit, hé. Echte racewagen, dikke vleugel achterop. Gaaf met die sporen zo met die verbredingjes. Kenarts erop. Kijk, een tank en een tank. Ik denk dat die gebruikt wordt voor de racerij. En dat die het niet meer doet. Dus ja, deze wagen is natuurlijk helemaal omgebouwd voor te racen. Wat een bakken jongens. Niet normaal, laat me weten onder in de comments. Vind je dit wat of vind je dit niks? Maar ik vind het echt wel gaaf. Zoiets zou je eigenlijk gewoon straat legaal moeten maken en gewoon moeten gaan rijden. Dat is echt leuk. Ik hier ook gewoon een luchtinlaatje voor de koeling van de coureur, zeg maar. Gaaf hoor. Ik kan er wel naar blijven kijken. Hang nog een velgje en uitlaatje aan de muur. En ondertussen moet je niet vergeten deze video even een duimpje omhoog te geven. Dat zou tof zijn. Het enige wat ik nog niet heb laten zien is deze Rolls. Of nee, het is een Jaguar. Sorry, ik zit even weer mis. Ik verspreek mij wel vaker als het gaat om autonamen. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ga eens even kijken wat er ook nog wat te drinken, wat te eten valt. Want ik heb inmiddels ook wel best wel een beetje dorst gekregen. Heel de groep is wat dat betreft al wel lekker compleet nu. Er waren maar niet al te veel auto's, volgens mij een stuk of 30, 29 auto's volgens mij. Prima, dat is een leuke groep om mee te rijden zo. Hopla! Kijk, nu zitten we aan de pasta met pennen met brood. Brood is niet mijn favoriete ding. Daar ligt ook brood, dit was saté. Wat hebben we eigenlijk al op? Jullie hebben ook nog hamburger op, hè? Dat was lekker, hè? Ja. Toch? Ja. Daar heb je nog meer op. Oh ja, wat was dat? Toast met salm of zo, inderdaad. En er schijnt dat er hierna ook nog salm gaat komen. Dus we zitten hier gewoon aan een zes gangen diner. Prima toch? Hé hey Wesley, de leukste dingen zijn verrassingen. Sowieso. Ja toch? Naar de dag? Staat er wel heel de dag aan. Wie doet dat nou? Ik vind het er wel gaaf uitzien. Dit is echt de jaren 90 tuning, hè? Alleen in de jaren 90 was het nog één kleur. Nou verkleuren ze. Ik vind het wel gaaf. Ja, absoluut. Het was een geweldige rit. Ik wil graag dat jullie abonneren. En even een duimpje omhoog. Tot de volgende. Groetjes. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Ha ha ha!